Once upon a time, a mechanic left his old cars in the woods. Yes, today we are into the woods. Actually, we passed by this spot on our way to the monastery. It was an old barn filled with old cars. Unfortunately, they have had better times. Don't forget to press the bell button next to the subscribe button. Dus we zijn hier op een nieuwe locatie en het is een van de loodshut, weet ik veel, midden in het bos en er staat vol verlaten oude auto's. En er schiet wel niet meer veel van over, maar dat kan wel eens even interessant zijn om te zien. Deze is zo, wel wat graffiti op en zo. Maar er staan hier nog veel andere auto's. Kijk. Het is daar helemaal vol. Ik wou dat als het Stefan zo op kan zijn. Ja, ik ga zelfs ook eens op die muur voor de foto te trekken. Denk wel dat ik ga hier ook raken. Ik heb het, jongen. Ja. Tuurlijk, Omi. Jij ook? Jij kunt er ook... Jawel, hè. Dat is niet waar. Jawel. Dat is van de boer. Is je echt door raken of niet? I wish I could tell you all the brands of these cars. Too bad, my knowledge of old cars is not so extensive. Zomaar spookwrakken eigenlijk. Er schiet echt niet meer veel van over, maar... Het is wel eens tof om eens een keer gezien te hebben. Dus ik kan eens op de muur kruipen om daar foto's te schieten. Dus deze is het uitzicht van boven. Dat is echt wel cool eigenlijk, hè. Omi. Kunnen we een paar grave foto's maken, echt. Ik ga zelfs nog een paar auto's van close-up aan jullie laten zien. Ik ga eerst wat foto's maken van bovenaf, dat je zo al die auto's ziet. Dus nu nog een paar close-up van die auto's. Maar eerst moet ik hier terug afzien te geraken. Verrap kijken. Er schiet echt niet meer veel van over. Hè? Maar ik weet ook niet wat voor auto's het eigenlijk. Dus ja, mensen die veel van auto's kennen, zullen sowieso wel weten wat deze allemaal is, hè. Daar, dit is zo'n lange, hè. Dat is zo'n sleper, zie je. Die een blauwe. Ja, die. Dat was wie een Elvis. De Elvis. Ja, die Elvis. Ja, moet die overal overklimmen, gewoon. Deze auto. Ja, die voorkant, dat was echt wel graaf geweest, als die heel was. Alles eruit natuurlijk. Maar ja, inderdaad, dat was een slee of zo. Dat is echt wel een lange. Ja? Ja, wat? Tuurlijk. Met dat stuur. Hé, draait eens met dat stuur.
Ja. Marcheert dat nog? Nee, jawel, jawel. Ja, ja, dat marcheert nog, begot. Een klein beetje zie je dat bewegen. Marcheert nog, ja. Maar we moeten eigenlijk doorgaan. Oh, dit werd een bodem. Miljan. Ja. Nou, die Russen zijn allemaal rot, hè. Die zijn allemaal rot, ja, inderdaad. We hebben hier voor zandpreis gekomen. It's a shame that such classic cars are rotting away in the forests, but I don't think we can stop this from happening. Normally, I was going to show you the abandoned monastery, but since it's not the best combination in one single video, I've got something else to show you. Yes. We are in an abandoned castle that doesn't look cool or anything at first sight. There was also a wooden staircase in the castle tower. So, it might well be that they are renovating the place. There wasn't much to see other than a little rubbish. But then, we walked into one of the best rooms ever. An ancient library with books in many different languages. Some of the books were very big. When I looked inside those books, I saw writings that I had never seen before. Ik sta nu werkelijk in een van de mooiste bibliotheken die ik ooit gezien heb. En het leukste aan deze bibliotheek is dat het echt allemaal, maar echt allemaal over het geloof gaat van door de jaren en eeuwen heen. Het is echt, echt vet. Echt schoon boeken. Echt heel veel schoon boeken. Dus je moet je voorstellen dat vroeger de mensen gewoon op die ladder kropen om helemaal van boven er een boek te pakken. Toen hadden de mensen nog geen internet waar ze alles konden opzoeken. Spijtig genoeg is deze denk ik wel de enige kamer hier. Ja, deze alweer in het Frans. Dus ik allemaal zo. This was all written in Latin, to prove that it's been around for centuries. We were very happy to be able to see this room, and we wanted to share this short experience with you. In the next video, I will definitely show you the abandoned monastery. Yes, for sure this time. Thank you for watching the video and feel free to subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell button.